De royalen die naar Suriname zijn afgereisd om vice-president Ronnie Brunswijk te bekronen, zijn niet formeel aangemeld bij het departement van Buitenlandse Zaken. Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Volgens de bewindsman moet nog worden uitgezocht hoe de zaken rond de komst van de royalen precies zit. Wanneer men een bepaalde titel draagt en het is constitutioneel geregeld, dan zullen we zeker zo'n persoon met de nodige egards behandelen. Dat is protocol. Wanneer dat niet is geregeld, dan is dat buiten ons om. We hebben hier situaties gehad, ook uit andere landen, waarbij de personen werd gezegd, u heeft vanaf nu een bepaalde titel. En, wij hebben toen, en de persoon wilde privileges claimen op grond van dat titel. En we hebben gezegd, helaas, wij gaan dat niet kunnen doen. Als het land die u zo'n titel geeft, u privileges wil geven, dat is hun beleid en besluit. Wij doen dat niet omdat zo'n titel, nog zo'n benoeming, constitutioneel of bestuurlijk geregeld is in Suriname. Ramdin geeft verder aan dat er een vrij strak beleid in Suriname bestaat over dit vraagstuk. Hij stelt dat er formeel altijd contact wordt gemaakt met de autoriteiten in het land waar de personen vandaan komen. De personen die zijn gekomen zijn niet als zodanig aangemeld als een koning. Wij zouden in dat geval ook uitzoeken van hoe dat nou precies zit. Wij hebben, kijk, een land heeft relaties met een counterpart. En de counterpart voor ons is de formele regering in dat land. En dat is waarmee wij praten. Dus wanneer iemand komt en claimt iets te zijn of te vertegenwoordigen, dan zullen we altijd contact maken met het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land om even te vernemen of dat inderdaad zo is. Ramdin ziet het beleid van Buitenlandse Zaken heel simpel als het om deze kwesties gaat. Hij benadrukt dat iedereen zich aan de regels moet houden, zodat het geen waarboel wordt.